Het mooiste vind ik eigenlijk van Zuidoost is dat, en dat heb ik nog steeds met mensen, als ik ze dan buiten Zuidoost zie, geven we elkaar gewoon die E. Bimre toch? Hi, Misabi. Ja, Bimre. Nee. En dit gaat zo ver, dit gaat zelfs tot aan in dat ik bijvoorbeeld een show doe, helemaal ergens in Drenthe, en dat mensen gewoon zeggen, hey, Bimre toch? Ik kom ook van, ik heb ook gewoond in de... Dus we dragen elkaar in Zuidoost. Ja. En dat vind ik zo puur, zo mooi is... We zullen dat ook altijd blijven doen, zeg maar. Op het moment dat SMIB dat uitbrengt, hun Smibanees woordenboek, dan voelt het ook alsof ik win. Want het is ook een win voor mijn cultuur en mijn taal. Ja. En het moment dat, dat weet ik zeker, durf ik zeker te zeggen, dat ik een liedje uitbreng, dat het goed doet, dan winnen andere muzikanten uit Zuidoost ook. Dus we dragen elkaar. Ja. Ik denk dat dat echt een mooie anekdote is. Dus in Zuidoost word je gedragen. Op het Hoekenrodeplein en het Baalmanplein zijn verlichte woorden te zien. Deze woorden komen uit buurtverhalen waarbij mensen uit de buurt vertellen over hun ervaringen in Zuidoost. Deze verhalen worden gebundeld in het BIMS-bundel en zijn online te vinden op bimsbundel.nl. We zijn bij de volgende bijdrage gekomen aan de BIMS-bundel. En ik heb tegenover mij zitten de heer Roger Buijnen. Yes, sir. Welkom. Dankjewel. Stel jezelf eens voor aan de mensen. Ja, ik ben Roger Buijnen, 25 jaar, geboren en getogen in Zuidoost. Ik ben letterlijk echt geboren in Daalwijk, 307. Ik schrijf, ik schreeuw, ik doe alles eigenlijk wat met het woord te maken heeft. Dus dat is rappen, column schrijven, dichten. Oké, en als woordkunstenaar. Ben jij vaak op straat? Ja. En hoe vind jij, heeft Zuidoost een eigen taal? Zeker. Zuidoost. Is dat hetgene wat ze Smibanees noemen? Smibanees, mijn excuses. Nee, geen streven probleem. Ja, zeker. En ik denk ook dat het heel speciaal is. Dat de straattaal is gevangen, weet je. En niet als in van, capture it, maar dat er een... Volgens mij zeg ik nu iets fout, rectificatie. Of gewoon een... Het is geschreven, het is opgeschreven, mensen kunnen het lezen. Het is geregistreerd. Dat wordt zo, dank je wel. Dus dat vind ik gewoon juist heel mooi. Ja. Want ik denk dat ik zelf kom van een generatie voor de SMIB. Ik vond het bijzonder om te lezen of te horen dat het was vastgelegd. Juist. En sorry, als ik daar nog op terug mag komen, dat... Het zal altijd veranderen, weet je. Ja, nu zijn er alweer, zeg maar, woorden die misschien dan niet in het Smibanees woordenboek staan. En dat maakt het juist zo mooi. Het is los van dat het een... dat ze de taal hebben gevangen, hebben ze ook een tijdgeest gevangen. Ja. En dat bijvoorbeeld jij net zegt van, ik kan dit lezen, maar weet je, het is allemaal nieuw. Of, dat ook weer, dat is heel mooi. Het is wat persoonlijk denk ik dat het vooral de verandering is van, eigenlijk de mentaliteit is hetzelfde, maar het codewoordje, de benaming is veranderd. Ja. Het kunstwerk is bedacht door lichtontwerper Frederike Top. Zij heeft de expertise van Local Wave Radio ingeschakeld voor het opnemen van de verhalen. Koffie Adompema, ook wel bekend als Mad Sun, is uw presentator. De gemeente Amsterdam is de opdrachtgever van het project en CBRE Invest Management heeft ondersteund. Maar het belangrijkste om te vermelden zijn de verhalenvertellers uit de buurt. Zonder hen geen kunstwerk. Bedankt voor het luisteren.